Hey jongens, yo, hey, ik had vandaag had ik vanmiddag had ik Go Ahead Eagles Ajax gekeken. En het werd 3-2 voor Ajax door een doelpunt van Rens en die maakte de 2-3 en het was een hele spannende pot en Go Ahead Eagles kreeg superveel kansen en uit statistiek is gebleken dat Dion Gamai gewoon 10 reddingen heeft moeten maken om ja, gewoon die 2-3 eruit te kunnen slepen voor Ajax. En ja, dus dat is wel heel bijzonder. En hij was super goed. 1 tegen 1 was Dion Dramai vanmiddag echt geweldig. En ja, ik vind die Dion Dramai vind ik gewoon echt een. Vind ik het echt goed doen bij Ajax. En ik hoop zelfs dat hij gewoon voor langere tijd de nummer 1 blijft van Ajax. Want ik vind het best wel een betrouwbare keeper. En je kan zeggen, je kan oprecht zeggen dat dit dan wel weer een transfer is. Die wel is gelukt door Sven Mislintat. Deze man, deze keer had hij wel gewoon gelijk door Ramai te halen. En Ramai is volgens mij nog maar 22 jaar. Dus hartstikke jong. En ja, die jongen die komt er wel, denk ik. Ik heb alle vertrouwen in Dion Ramai. En ja, ik vond hem echt geweldig vandaag. En hij was mijn man of the match. Want zonder Ramai was het. Niet goed gegaan tegen Go Ahead Eagles. Het ging ook niet goed. Ajax speelde slordig. Oh, Tahirovic. Oh, mijn god. Hato, de revelatie van 2023. Ik ben een groot fan van Jordan Hato. Maar hij speelde echt heel zwak vandaag. Maar dat kan gebeuren. Hij is 17 jaar. Ik heb nog steeds al te vertrouwen in Jordan Hato. En grappig is ook dat Jordan Hato nu in de belangstelling staat van Arsenal. 17 jaar en nu al in de. Ja, nu heeft Arsenal al interesse in hem. Dan doe je wel iets heel goeds. Dan ben je echt een toptalent. Maar Dion Dramai, jongens. Ik wil het eventjes zeggen. Ik hoop dat hij nog lange tijd eerste keeper blijft. Talentje. Heeft Sven Mislintat dat goed gedaan. Hij heeft toch iets goed gedaan bij Ajax. En nou ja. Ik hoop gewoon dat Dramai lekker lang eerste keeper blijft. En dat hij. Zo door blijft gaan en dat hij in deze vorm door blijft, ja, door blijft keepen. Want het is echt een belangrijke schakel in deze selectie van Ajax. En ja, en ik hoop nog steeds dat Jordan Henderson komt, jongens. Ik zit al nu een week te volgen op Google, op internet, hoe het staat met de ontwikkelingen van. Jordan Henderson. En ja, dan hoor je weer dat Juventus Jordan Henderson wil. Dan hoor je weer dat El Atifique, de club waar Jordan Henderson nu nog onder contract staat, niet wil onderhandelen met Ajax. Dus Ajax moet echt eraan trekken en moet echt zijn best doen om Jordan Henderson toch te kunnen overhalen. En ook El Atifique om daar toch een akkoord mee te krijgen. Dus ja, dat gaat heel lastig worden voor Ajax. Maar ze moeten het maar doen. En ja, het zou fantastisch zijn als Jordan Henderson naar Amsterdam komt. En ja, dan moeten we nog een, denk ik, een goede buitenspeler kopen. Rechtsback zou wel fijn zijn. Dus ja, Ajax, er moet nog veel gebeuren. Maar Dion Dramai, jongens. Let op, die gaat er wel komen, die jongen. En ik hoop gewoon dat die Roelie uit de basis houdt. En pas weer goede derde keeper hoor. Maar die moet het ook maar niet meer doen. Ramai, jongens. Ik heb al het vertrouwen in Dion Ramai. En dat het de nieuwe André Onana kan worden. Het zou zomaar kunnen. Hij doet het echt goed de laatste weken. Dus nou, we gaan het zien. Later, bedankt voor het kijken. Ciao, ciao.